er een 25 november die je heel goed kan herinneren? In 2018 ging ik naar Palmetuin. Mm-hmm. Maar toen had ik voor het eerst echt een Shambura meegemaakt. Ja. Ja? Dus dat vond ik echt leuk. Wat is een Shambura? Het is van is inheems muziek. Oké. Ja, okay, dus okay, dat okay. Vond ik leuk. Ik zag mijn familie ook. Uh-huh. Behalve Indiaan. Ja. Dus toen zag ik ze daar. En het was gewoon leuk om te dansen. Kasiri gedronken. Mm-hmm. En eigenlijk, het was gewoon een mooie. Hoe oud was je toen? Toen was ik 22. Oh, ja. Dan mag je wel een beetje alcohol. Want Kasiri heeft alcohol. Ja. True. Ja. Dus alles vond ik eigenlijk mooi. De muziek, de mensen. De klederdrachten. En ik denk dat ik me op dat moment ook meer ben gaan verdiepen in mijn cultuur zelf. Okay. Dus in inheemse cultuur. Ja, uh-huh. En ja, dus dat is me bijgebleven. Dat ik het heel erg leuk vond. Ik had ook nog zo'n inheemse tattoo gezet. Mm-hmm. Dus ik paste er helemaal bij. Dus, heeft dat ook invloed daarna op je, zeg maar, op je loopbaan? Ik denk het sowieso wel, want alles in wat je ervaart eigenlijk in het leven heeft eigenlijk een bijdrage. Heeft een bijdrage geleverd. Ja, levert een bijdrage aan wie ik nu ben of wat ik nu aan het maken ben bijvoorbeeld. Dus ik denk sowieso dat, ik denk dat het me heeft getriggerd om me te verdiepen in het inheemse cultuur, ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.